rozemarijn en de salie. Als je een kruidentuin wil beginnen, dan heb je eigenlijk maar een klein stukje grond nodig. Daar kun je al veel verschillende kruiden op zetten. En soms een paar potten op een balkon is ook al heel veel. De kruidentuin, daar begin ik eigenlijk met een tekening om te kijken waar wil ik wat zetten. Ik begin dan ook met een indeling globaal te leggen met wat takken, zodat ik beter weet waar ik wat wil zetten. En het eerste wat ik doe is een stapelmuurtje maken voor de kruiden die van de warmte houden. Want een stapelmuurtje, dat is heel goed voor de biodiversiteit, omdat er verschillende insecten daar hun schuilplaats kunnen hebben. Maar ook de warmte van de zon, die wordt vastgehouden door de stenen. En daarvoor ga ik dan de lavendel en de rozemarijn en de tijm zetten. Voor sommige kruiden, bijvoorbeeld lavendel en rozemarijn, is de grond het best droog. Dus een beetje vermengd met gruis en met stenen of kalk. En andere planten die kunnen eigenlijk op elke grond groeien. Hier zet ik de rozemarijn, hier de lavendel. Als je begint moet je ook bedenken van welke kruiden wil ik eigenlijk graag. Welke kruiden vind ik lekker, welke kan ik gebruiken. En dan is het goed om te bedenken dat je, terwijl je een tekening maakt, waar welke planten moeten staan. Welke kruiden zet ik achteraan? Dat zijn waarschijnlijk de hoge kruiden. Waar komt de zon? Dan zet je daar de kruiden die veel warmte nodig hebben. En waar is ook wat schaduw? Dan kan daar bijvoorbeeld peterselie en kervel groeien. Je kunt een gedeelte zelf zaaien. Overal zijn kruidenplantjes te koop. Op de markt, maar ook in winkels. Maar kijk ook eens rond in de tuinen van je vrienden, want kruiden die breiden zich snel uit, dus er is heel makkelijk aan stekjes te komen. Dan staat er ook nog een salie, die wil ik wel bewaren, maar verjongen. Want salie heeft hele houtige stengels, dus ik ga de salie gedeeltelijk ingraven, zodat hij nieuwe wortels krijgt en een jong plantje vormt. Dat is eigenlijk de eerste fase van de kruidentuin. Volgende keer gaan we daarmee verder. Dan gaan we de tweejarige planten erin zetten. En de eenjarige gaan we zaaien en ook gedeeltelijk planten.